Dan gaan we naar het voorgerecht. Dat is als volgt. Bereidingen van rode biet. We hebben een spiraal gemaakt van de pata negra, de biota. Dus die heeft 100% eikeltjes gegeten, het varken. De mooiste kwaliteit. Er zit in ribeye. De ribeye is geconfijt op 64 graden in ganzenvet. Er zit in een crème van ganzenlever, gebakken ganzenlever. En uiteraard truffel. Je krijgt er weer een stekertje bijgeleverd. Een stekertje plaats je in het midden van het bord. Daarin doe je wat van de bietensalade. Rode biet hebben we eerst gepoft, gepeld en later gaan brunoisen met wat appel en aangemaakt met een klein beetje mayonaise. Een mooie aardse smaak heeft het erdoor gekregen door het poffen. Een stampertje zit er ook bij, dus daar kun je mooi mee aanstampen. Even secuur doen. Stekertje voorzichtig omhoog halen. Kijk, een mooie basis om de overige componenten. Niet te veel bij nadenken. Kijk, zo, waarom heet het ook een spiraal? Dan zie je allemaal die laagjes. Drie van die dingetjes pp. Rode biet hebben we heel lange pakjes van gesneden op een Nepalse mandoline. En die hebben we gepoft in zijn eigen vocht ook. En later daar een plakje, een medionnetje van gesneden. We hebben marshmallow gemaakt van biet en balsamico azijn. Hele luchtige sponsjes. Die eigenlijk, als je hem in je mond hebt, meteen wegsmelten. Zo, en dan hebben we nog wat bietenblad. Dit. En een vinaigrette, romige dressing. Is gemaakt van gedroogde morilles met truffel er doorheen. Daar hebben we een romig dressingje van gedraaid. Even goed doorroeren. En dan lekker een beetje speels op bord. Beetje zo erover. Ik wil niet te veel bij nadenken, gewoon doen. De spiraal van confit en ribeye, pata negra en truffel.